Ja, een compleet of incompleet zeemacht, dat is een wereld van verschil. Ja, joh, we missen veel te veel spelers van het eerste. Ingmar niet, Melvin niet, Damsma niet, Adrie niet. Jordi. Jordi Bos, die vandaag getrouwd is. Ja, dan kom je met een half tweede elftal. Aangevuld met wat, nou, zoals ik zeg maar, wel uit het eerste. Maar eigenlijk trainingskamp, dus we zouden er ook eigenlijk niet zijn samen met Dario. Maar toch, de trainer vroeg wel van, luister, willen jullie alsjeblieft terugkomen voor ons? Want anders hebben we helemaal niks. Dus ja, dan loop je zo achter de feiten aan hier bij heel veel Cubo. Maar dat had ik al een beetje het vermoeden van tevoren. Ja, 8-2 bij de rust. Ja, dat valt bijna niet meer te coachen door Arjen de Klerk. Nee, het staat... Kijk, als het normaal, als we compleet zijn, weten we hoe we moeten staan, zeg maar. Verdedigend, aanvallend, we weten wat we aan elkaar hebben, zeg maar. We kunnen de vliegers vlug uit klappen eigenlijk. Ja, nou, vandaag lukt het wel een paar keer op zich met Angelo, met mij een paar keer. Dan scoor je toch een paar goals. Maar ja, je mag eigenlijk in je handen knijpen dat je er niet 20 tegen krijgt. Belangrijk is nu, je uitgeschakeld bent in het bekertoernooi, dat alle pijlen op de competitie gezet worden. Want thans zijn jullie rode lantaarn dragen. Ja, we staan nu laatste. We weten het ook, we hebben wat pech gehad. Heel veel wedstrijden heb je de betere kans gehad eigenlijk. Van heel het seizoen bij Marlène, over Cubo thuis. Dat had gewoon gelijkspel moeten wezen. Ja, nou ja, misschien nog wel moeten winnen, denk ik persoonlijk. Je hebt gewoon heel veel wedstrijden zeg maar, pech gehad. En dan sta je laatste. Maar goed, ik hoop dat het een beetje de tweede helft van het seizoen omschakelt. Zodat we gewoon punten gaan pakken en gewoon boven de degradatiestreep komen. Is dat vertrouwen binnen de ploeg? Vertrouwen is er altijd al geweest. Dat zei Arjen ook in een interview een keer. Dat vertrouwen is er, we weten wat we aan elkaar hebben. Alleen ja, net zoals ik. Ja, ik heb mijn eigen bedrijf nu en ik kan gewoon niet altijd trainen. Ja, en vorig jaar in de eerste divisie maak je de 69. En dit jaar schiet je alles op de paal, laat net naast is het allemaal net niet. Dat heeft ook met trainen te maken. En nou ja, daardoor sta je nu ook wel een beetje laatste, denk ik. Faisal, gefeliciteerd. Man of the match in een wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd is geweest. Ja, klopt. Eerste 10 minuten hebben we het goed afgemaakt. En waren heel scherp, eerste 10 minuten. Dus stonden al 7-1 voor. Dus met 8-2 waren we met de rust naar binnen gegaan. Ja. Zeemacht was niet het zeemacht die je in de competitie in Den Helder hebt meegemaakt. Toen wisten jullie nipt die wedstrijd over de streep te trekken. Vandaag zagen we een verzwakte Den Helder op de mat verschijnen. Ja, dat klopt. Volgens mij missen ze ook 3-4 spelers volgens mij. En thuis zijn wij gewoon, vind ik gewoon... sterk en we zeiden ook in de kleedkamer dat we scherp moeten beginnen tegen ze. Ja. Dat is ook niet ontschatten, dus we hebben het goed aangepakt. En net als in de achtste finale tegen het Amsterdamse OS Lusitanos, bleven jullie ervoor gaan, alhoewel in deze wedstrijd het tempo ietsje lager lag. Ja, dat klopt, maar hun stonden ook heel klein en het is heel moeilijk om tegen ze te voetballen, vind ik. Maar ja, we hebben het echt goed aangepakt en heel rustig gebleven ook en waren heel scherp. Dus me dunkt, in de eerste speelhelft binnen 2,5 minuut weet jij een onvervalste hattrick te produceren. Ja, dat klopt. En ik was heel scherp en ik wou vandaag ook gewoon scoren. En dat is ook goed voor je zelfvertrouwen. Dus, ja. 4 uiteindelijk in deze wedstrijd, maar ook een paar geweldige acties gezien. Niet alleen van jou, maar van het hele team. Nu is het kaf van het koren gescheiden. Oftewel, nu in de halve finale ga je tegenstanders van formaat krijgen. Ja, dat klopt. Dus Eindhoven en nog Apeldoorn, Lebo heb je en Groenster en TP. Ja, dus ja, halve finale wordt zeker een moeilijke wedstrijd. Dus we gaan sowieso hard tegenaan. Dus het komt wel goed. Ja, want ook de play-offs die je bijna bereikt hebt als ploeg zijnde. Is belangrijk, want volgende week dan heb je een uitwedstrijd in Roermond. Dat is ook niet de makkelijkste. Ja, dat klopt ook. Roermond ook een lastige ploeg. Maar ja, wat ik tegen jou wou net zeggen, dat is Zakaria is ook net terug en Amir Mokarai geblesseerd nog. En we hebben Yusuf Makrou ook. Dus ja, en ik ben geschorst. Dus komt wel goed. Ik heb er zeker vertrouwen in. Dus gaan ze aanpakken. Komt goed. Ja, ik zei tegen een van je topschutters ook al, David Albert, een compleet zeemacht of een incompleet zeemacht, dat is een wereld van verschil. Ja, dat klopt. Maar dat wisten we van tevoren. Maar ja, we hebben ons uiterste best gedaan. De jongens die erin stonden hebben we uiterste best gedaan. We hebben bij ons een jongen van 17 mei, dat vond ik nog een van de beste bij ons. Ja, ik kan er verder niet zoveel voor zeggen, Leo. Nee.
8-2 bij de rust. Zie je dan al verslagen kopjes in de kleedkamer? Ja, ik kan wel nee zeggen, maar het is wel zo. Ja. Hoe ga je daar als coach mee om? Niks, weet je. Die wedstrijd heb je al verloren. Dan moet je proberen het beste eruit te halen tegen de jongens te zeggen. Leer ervan. En tactisch dingen anders te doen. Het is voor ons, maak je er een verijdelde oefenwedstrijd van eigenlijk. Waarbij je zelf nauwelijks een voetballer toekomt, dat moet ook gezegd worden. Dus. Ja, want je moest op een gegeven moment heel klein verdedigen, want ja, Hovercubo is gewoon een maatje te groot. Beektoernooi finito, nu alle pijlen op de competitie gezet, want ook daar vaar je nog in woest water. Nou, het staat gewoon heel slecht voor, dat mag ook gezegd worden. Ja, en we hebben best wel een hoop goede wedstrijd gespeeld, de eerste competitiehelft. Alleen het gaat erom wie de meeste ballen erin schiet, die krijgt de punten. En dat hebben wij verzuimd. Ja, volgende week zijn we wel weer redelijk compleet. Alleen Ambriola is er niet volgende week, dus geschorst. Dan zal het wel anders gaan bij ons, ja. Ja. Heb je er vertrouwen in dat in die tweede helft van de competitie dat het alsnog goed komt met Zeemacht en Helder? Ja, daar hebben wij allemaal vertrouwen in. Dat baseren we op wat ik net zeg. We hebben een heleboel wedstrijden gespeeld dat we gewoon de meeste kansen hebben. Hoe goed je voetbalt, meet ik vaak af aan wat creëer je en wat geef je weg. Alleen de punten krijgt de ploeg die de meeste ballen erin schiet. En dat zijn wij niet geweest. We zijn slecht geweest in de afronding, de eerste competitie. Als dat verbetert. Vanavond wel een paar goede dingen gezien. Zo gek veel kansen hebben we niet gehad, maar ik heb wel een paar aardige doelpunten gezien van ons. Daar heb ik wel vertrouwen in. Dus de voortekenen zijn goed? Ja, daar moet ik wel van uitgaan. Ja, Raoul, gefeliciteerd. Een wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd is geweest. En ja, ze hadden al afspraken gemaakt van dat er niet zoals in Den Helder moest gaan gebeuren. Dus vanaf het begin gewoon scherp. Je zag het gelijk, in het begin was het voor ons. Karim maakt actie en maakt hem gewoon keurig af. Ja. En die lijn hebben we doorgetrokken. We vinden het alleen jammer dat die tegendoel, dat was gewoon scherpte. Ja, scherpte, gemakzucht. Je kan het zelf noemen hoe je het wil noemen. Maar we hebben in ieder geval wel geleerd van Den Helder uit voor de winterstop. Ja, vandaag zagen we een verzwakte Zeemacht Den Helder. Een aantal spelers uit de tweede erbij wegens omstandigheden. Toch verslapten jullie niet. Net als in die achtste finale tegen OS Lusitanos bleven jullie ervoor gaan en dus een hoge score gemaakt. Ja, maar dat hadden we ook met z'n allen afgesproken. Echt, de wedstrijd Den Helder uit voor de winterstop, dat was echt gewoon een lesje voor ons. En gewoon 2 keer 20 minuten gewoon volop er bovenop knallen. En wat ik zeg, die tegendoelpunten dat niet hoeven. Maar ze hebben toch hunzelf beloond om 2 keer 20 gewoon geconcentreerd te blijven voetballen. Nu afwachten wat de loting gaat brengen, want nu is het kaf van het koren gescheiden. Nu krijg je de echte tegenstanders in het bekertoernooi. Ja, klopt. Maar het zijn ook gewoon, met alle respect voor Zeemacht, maar daarvoor doen de jongens het ook. Tegen Vlissingen, geloof ik. Ik geloof Apeldoorn, Lebo, Eindhoven. En in de kleedkamer hebben ze al geroepen, we willen weer gewoon voor die beker willen ze gewoon weer pakken. Dus ik denk dat nu gaat het echt beginnen. Ja. De honger is nog niet gestild? Nee, zeker niet. Nee.